welkom. Dit is weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Sari, we hebben ook in deze aflevering weer leuke gasten. Ja. Met wie gaan we praten? We gaan praten met de Woelwaters. Daar ga ik zo meteen al over vertellen. De Woelwaters, dat klinkt als iets met... Gezellig, ja. Muziek, haven. Goed, de Woelwaters dus, het bloemetje en natuurlijk de straatpraat. Mm-hmm. Maar we gaan beginnen met drie exposanten van de schildersclub De Vrije Klas. Die zitten bij ons aan tafel. Gert van Otterlo, Jaap Melissen en Betty... Lerminee. Ja, hele mooie naam, hè? Ja, hele mooie naam. Je schrijft het met EZ op het eind. Met EZ? Maar het blijft Frans. Ja. Het blijft Frans. Ja. Jullie zijn van een schildersclub, De Vrije Kwast Tiel. Tiel. Wat is dat voor een club, Jaap? Wij zijn allemaal lid van een grote club onder leiding van Mieke Wolschot. En wij schilderen iedere donderdagochtend. En we hebben besloten 2 jaar geleden om dat gewoon ook door te blijven doen, iedere donderdag van het jaar. En daaruit is een groep ontstaan van ongeveer 5 tot 7 mensen die elkaar op allerlei terreinen, niet alleen qua schilderen, maar ook gewoon in hun dagelijks leven een beetje steunen. We zijn een beetje vergroeid geraakt. We zijn een beetje vergroeid geraakt. Echt een vriendenclub geworden. Ja, maar goed, het gezamenlijke wat jullie samenbrengt is dat schilderen. Dat is schilderen. Ja. Het schilderen is de katalysator, zullen we maar zeggen. Maar het is veel meer dan alleen maar dat. Ja. Ja. Wat schilderen jullie? Wij schilderen alles. Ja. Alles. Ja. Alles wat in ons opkomt, de gekste dingen tot de mooiste dingen. Van 10 centimeter bij 10 centimeter tot 1 meter bij 1 meter 60. Maar het is dus niet zo dat je les krijgt dat je met z'n allen een model moet schilderen? Nee. Soms, maar niet altijd. We krijgen ook opdrachten daar van Mieneke, dus op de plantage is dat. En dat zijn dikwijls hele leuke opdrachten. Maar als dan vakantietijd is aangebroken, dan gaan we met het is een zevende, gaan we naar de Waal of we gaan in de omgeving van Tiel voor een mooie molen te schilderen. Dan zijn het gewoon landschapsgezichten die jullie doen. Ja, ja. En ja. Doe dan doet ook het in zijn eigen manier. Ja. Ja. Wat is jouw stijl nou, Gert? Dat is heel lastig te zeggen. Ja, probeer het eens. Als ik naar Betty luister, dan ben ik altijd wat te slordig, maar dat hoort een beetje bij mijn stijl. Je staat liefst zo te schilderen, gewoon grote gebaren, grote doeken. Lukt dat ook niet altijd, want ik heb ook kleine doeken, maar ik probeer toch zoveel mogelijk stijlen, hele verschillende dingen. Dan denk ik, heb ik een expositie of in een museum iets gezien, dan denk ik, dat vind ik een leuke manier van doen, ga ik het ook proberen. Ja, maar als je dan met dat groepje dan naar de Waal gaat, dan ga je daar dan ook zo wild werken? Soms wel, ja. Ja? Ben je autodidact of ja, ik schilder af, ik teken af vanaf dat mijn vierde. Ja. En ik heb, toen ik een jaar of 18 was, heb ik bij Gerard Cazerre een jaar geschilderd. Maar dat was op een recreatief niveau. Ja, dat was de Vrije Tijdsacademie, noemden ze dat daar. Jij, Betty? Ik heb altijd heel graag getekend, ook van jongs af aan. En dat groeide ook dikwijls uit, ook op de middelbare school. En brieven en zo die ik dan verstuurde, vooral toen ik verkering kreeg met iemand die veel weg was, dan werden die altijd versierd met tekeningen. Oh, maar ja, was heel leuk. Jammer genoeg niet meer eentje van bewaard. Ja, maar ik zei altijd, ik wil toch iets gaan doen, maar er kwam niks van. En tot ik met de FUT ging. En toen zei ik, nou ga ik schilderen. En dat is deze club geworden. En als jij jouw eigen stijl nou zou moeten omschrijven? Nou, ik schilder eigenlijk wel vrij... natuurlijk, zoals het ook is, maar wel met een eigen stijl, op een beetje moderne manier, niet dat hele precieze van vroeger, van de 16e eeuw of zoiets, nee, maar wel modern, maar toch wel, daarom zegt Gert altijd, ik vind zijn werk een beetje slordig, ik zeg, je moet het van, maar ja, dat is zijn stijl. Ja, ja. En hij maakt bijvoorbeeld een schilderij in één ochtend. Laatst heeft hij er 2 in 1 ochtend gemaakt en dan staat dus iedereen te kijken. Ja, toevallig ken ik werk van jou, Jaap, en dat is best wel niveau. Oh, dankjewel. Want hoe ben jij met schilderen in aanraking gekomen, Jaap? Door verveling. Verveling? Ja. En dat is ongeveer 4 jaar geleden. En toen, dus je doet het nog niet zo heel lang? Nee, ik werd een beetje uitgedaagd om wat te gaan doen.
Komt dat ook, want u bent met pensioen, hè, komt dat voort uit het werkzame leven? Want heel veel mensen zijn, als ze zich vervelen tijdens het werk, al aan het tekenen. Nou, ik was vroeger restsecretaris, gevierd bij het kartongerecht. En als ik dan aandachtig moest luisteren, dan stond er meer een poppetje op mijn papier dan aantekeningen of notulen. Mooi poppetje. Ja, meestal een aardig poppetje. Maar ja, ook die poppetjes zijn niet bewaard gebleven. En ja, mijn stijl kun je niet definiëren, denk ik. Want ik schilder heel fijn tot heel grof. Heel gek tot interessant. Wat vindt u zelf nou mooi? Of is het maar gewoon... Het mooie van het schilderen vind ik dat je je kunt afsluiten voor de buitenwereld. En dat doek en dat verf en die kwast, dat is één. En je schildert. En dan komt er... Je medeschilders komen langs en die geven je een instructie of die zeggen, kijk eens daarnaar. En Mineke doet dat, onze instructrice doet het heel goed. Ze leren ook gewoon van elkaar. Ja, ja zeker. Maar ze doen een heerlijke. En ze houdt dus ook vast aan je eigen stijl. Ja. Het is niet een opgedrongen van je moet zo of zo. Ja, of dat maar niet iedereen heeft zijn eigen stijl. Nou mooi, als mensen zich gaan, sorry dat ik even... Ja, dan ze hebben die expositie, dan moeten mensen natuurlijk gaan kijken. Ja. We hebben twee exposities. Doe eens gek, twee. Want we hebben eentje ingericht bij de SCW. Ja. En we hebben de een ingericht bij de Vier Gevinden. En daar hangen ongeveer bij elkaar 40 schilderijen van 6-7 mensen. Die zijn ook te koop? Die zijn alles te koop. Alles is te koop, ja. En gedeeltelijk staan wij ook af voor het goede doel, zoals het dan heet. Waar gaat het dan? Het ziekenhuis. Oh, wat mooi. Gert, weet je tot wanneer die doeken daar hangen? Tot wanneer kunnen mensen daar gaan kijken? Ik heb de enige idee. Bij de SCW hangen ze in ieder geval tot in april. Okay. En we hebben de afspraak met de SCW als hun de ruimte niet nodig hebben, die vitrine voor het kantoor. Dus je kan het van de straat af zien. Dan mogen wij ze gebruiken. Dus, we zijn bezig met een idee rondom vrijheid om dat in april, mei te gaan doen. Maar dat moeten we nog helemaal uitwerken. Nou, plannen en ambities genoeg. Ja, zeker. Heerlijk. En jullie gaan gewoon lekker iedere donderdag ook met dit weer. Gaan jullie gewoon door met schilderen? Ja, maar niet naar buiten natuurlijk. Dan gaan jullie gewoon lekker binnen. Dan zit een mooi winters gezicht op zijn tijd. Dat is natuurlijk ook niet vragen. Maar de schoentjes aan. Ja. Maar in de zomer als we schilderen en het is slecht weer, dan roleren we bij ombeurt bij de mensen thuis. Ja, tot slot. U wil nog wat zeggen? Ja, graag. Tiel kent veel lege winkelpanden. Ja. Wij zouden als groep graag daar een invulling aan willen geven. Dus als eigenaren of makelaars behoefte hebben om daar die kale panden eens wat aangekleed te krijgen, dan kunnen ze met mij of met Gert of met Betty contact opnemen. Fantastisch open. En ze kunnen als voorbeelden dus kijken naar de SCW of naar de Vier Gevinden waar we al zoiets hebben gedaan. Dat ziet er natuurlijk een stuk prettiger. Veel leuker. Die kale etalages, leeg, grauw. Nou, waar kunnen mensen terecht die zich geroepen voelen? Ja, ik weet het niet. Maar mailadres bedoel ik? Of een mailadres. Weet je, laat ze maar mailen naar de Stadstv. Komt vanzelf bij de juiste persoon. Bij de etalage liggen ook onze telefoonnummers als ze die zien. Dus, In de etalage bij de SCW. Ja. Bij de Gevinden. Ik vind het een hele mooie oproep. Mag ik jullie danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Mevrouw, zou ik u een vraag mogen stellen? Het oude postkantoor staat hier al een hele tijd leeg. Zou u daar een mooie bestemming voor weten? Wat zou er nou mee moeten gebeuren? Ik weet het niet. Nee. Geen idee over? Nee. En ik kom hier ook niet vandaan. Aha. Wel uit de buurt, maar niet... Ik weet het niet. Staat zo ver leeg. Afbraak. Jammer. Jammer. Heel jammer. Het oude postkantoor staat hier al een tijd leeg. Ja. Zou u daar een mooie bestemming voor weten? Nou... Ja, ik zou het zo gewoon niet weten. Ik zou wel leuk vinden als er kleine winkeltjes kwamen. En dat was in het begin een optie. Maar dat is er nooit van gekomen. Maar er gaan steeds meer panden leeg. En ik weet niet wat de toekomst brengt. Maar dus misschien winkels. Het oude postkantoor staat hier al een tijd leeg. Zou je daar een mooie bestemming voor weten? Wat zou daarmee moeten gebeuren? Ik weet het niet. Het oude postkantoor. Wat zou nou een mooie bestemming daarvoor zijn? Dan moeten ze beneden dus mooie winkels in maken en boven appartementen. Dat zou de beste oplossing zijn, want zo alleen te verhuren van winkel is niet te betalen. Zou jij een mooie bestemming weten voor het oude postkantoor? Ja, het zou een hele mooie locatie zijn voor een sportschool. Dat zou nog eens mooi zijn. Mooi in het centrum.
Ja, en parkeerplaatsen erachter. Ook nog eens. En het is een groot mooi gebouw. Klopt. Dat is nog eens een goeie. Ik vind het hartstikke mooi, dankjewel. Zullen we die een keer indienen bij de gemeente? Doen we. Doen we samen. Afgesproken. Oké. Doeg. Een vraagje. Ja? Zou jij een goede bestemming weten voor het oude postkantoor? Nou, misschien wel. Toevallig heb ik vanochtend nog een Twitterberichtje gestuurd in reactie op VVD Tiel. En dat ging dan meer om het parkeerbeleid en dergelijke. En de binnenstad van Tiel. En volgens mij moet er iets vernieuwends komen. Een mengelmoesje van allerlei zaken, zodat er beleving plaatsvindt in Tiel. Beleving. Ja, mensen die samen iets kunnen doen, kunstenaars, retail, dus kleding, eigenlijk van alles. Maar ook voor kinderen, een stukje kennis, samen delen. Ja, mooi. Samen ondernemen. Ja, dankjewel. Dat lijkt me een goed idee. Oké, dank je. Doei doei. Het oude postkantoor, als daar nou iets nieuws in zou moeten komen, wat zou dan passen, vindt u? Woningen bouwen voor de studenten. Kamers. Ja, ik vind het zonde van dat pand. Het is zo'n mooi pand, hè? Maar ik heb geen tijd. Okay. Maar goed, kamers dus. Woningen verbouwen. Nou, hoe langer ze wachten, hoe meer geld het kost. Hallo, niet schrikken. Even een vraagje. Zouden jullie een leuke bestemming weten hier voor het oude postkantoor? Dat staat hier nou al een hele tijd leeg. Prachtig pand. Wat zou daar nou in moeten? Oh, dat zou ik echt niet weten. Ik ook niet. Ik kom hier zelf niet vandaan, dus. Ja, je ziet het pand nu. Ja, nu wel, maar... Ja. Wat zou je erin willen? Ik zou het echt niet weten. Nee. Ik ook niet. Nee? Nee. Wat vind jij erin? Nee. En wellness, beauty, hotel, winkels? Ik heb geen idee. Een jongerenpand of zo. Ja. Waar je gewoon mensen leuke dingen kunnen doen of zo. Ja, of misschien iets voor de ouderen of zo, dat zij wat kunnen doen. Ik zou zeggen. Ja. Iets voor mensen? Ja. Ja, voor jongeren, zeg maar. Hallo. Mag ik u een vraagje stellen? Ja. Als u nou een nieuwe bestemming zou mogen bedenken voor het postkantoor, wat al jaren leeg staat, wat zou het dan worden? Ja, wat zou het worden? Iets moois. Wat zou het worden? Het is zo'n mooi pand. Ja, daarom. Ik dacht dat er eerst sprake was van V&D die erin kwam of zo, ik weet het niet. Maar iets gezelligs. Geen blokken, noem het eens, je hebt al die geen etels en zo. Geen keten? Nee, gewoon een hele fijne, mooie zaak. Hallo, zou ik een vraagje mogen stellen? Nou, we staan hier bij dat oude postkantoor en dat staat al jaren leeg. Zou jij een mooie bestemming daarvoor weten, wat daar nou zou moeten komen? Een bestemming. Ja, het is zo zonde dat het leeg staat, hè? Een kroeg. Een hele grote kroeg. Ja. In Tiel aan tafel, nu tijd voor het volgende gesprek. En dat zijn mensen van de Woelwaters, Joost en Nel Steenvoorde. Van harte welkom. Dank je wel. De Woelwaters. Dat is een havenkoor. Ja. En wat is een havenkoor? Een havenkoor is eigenlijk een koor wat eigenlijk ontstaan is in de haven, van mogelijk. En we waren dus in het begin waren we eigenlijk allemaal mensen die allemaal een boot hadden. Mm-hmm. Dus er waren eerst een paar sleepboten bij en daar zijn we eigenlijk op begonnen. En toen, voor lieverlee kwamen er meer mensen bij. En toen ook weer mensen van buitenaf, de gewone burgers, zeg maar. Die mochten er ook bij, de die landrotten. Mochten er ook bij. En nu zijn er nog zeg maar 5 mensen met een boot ongeveer. En de rest zijn gewone burgers. Maar hoeveel jaar geleden zijn jullie gestart? In 1998. Oké, dat is alweer 16 jaar. Ja, dat is alweer een hele tijd. Ja. Dus jullie zijn er ook vanaf het begin af aan bij? Ja, vanaf de eerste dag. Hoe is dat ontstaan? Nou, wij gingen dus eigenlijk met 2 sleepboten. Gingen we zondagsmiddags een biertje nemen. En dan gingen we de plas op. Ja, dan ga je vanzelf zingen natuurlijk. En dan gaan we, precies. En, dat is logisch. Toen kwam een knaap tegen uit Groningen, die lag ook met een boot daar. En die had een accordeon bij hem. Ook gezellig, ja. Dus we zeiden, nou jongens, volgende week zondag, dan zijn we er weer. Dus we waren volgende week zondag weer daar naartoe. Biertje erin, wijntje erbij. En zingen. En gezellig. En toen gingen die mannen weg. En toen zeiden we bij elkaar, ja, in de haven. Goh, dan moeten we meer doen. En zo zijn we eigenlijk begonnen. Ja, en uit hoeveel leden bestaat dat koor nu inmiddels? Nu is het zeg maar een man 50.
Een man of 50. Ja, okay, een 35. Flinke club, hoor. Ja, dat is een flinke club. Mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen. Ja, stelletjes. En wat zo vreselijk leuk is, zij zijn dus, zij hebben een derde CD opgenomen. Ja. 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 Ja, fantastisch. Echt. Ja, geweldig. En dat is pas gebeurd. Dat is pas gebeurd. En oktober. Hoe komen jullie aan dit repertoire? We hebben een nieuwe dirigent. En die, ja, die had het met jouw liedjes wel een beetje bekeken. En die ging natuurlijk met een nieuwe CD. Sommige nummers heeft hij zelf gecomponeerd. En, ja, ik zag bijvoorbeeld ook Mooi Volendam van Kenny ertussen staan. Dat zijn natuurlijk leuke plaatjes. Ja, dat zijn leuke plaatjes. En Westerwind, we hebben nog weer een van Janders natuurlijk, die ene. Ja, ik heb hier inderdaad het hele lijstje voor me. Dat zegt jou waarschijnlijk niks, maar dat wordt dus gewoon luisteren. Oké. Hey, optreden, dat doe je natuurlijk ook. Ja, in het begin was het natuurlijk eigenlijk alleen op maritieme dagen, zeg maar. De Sleeboordagen en andere maritieme dagen. En toen gingen we vliegen. Toen we echt begonnen waren, gingen we dus ook naar bejaardenhuizen. En en dan komen we op elke festivals. Jullie worden ook gevraagd. Ja, Chanty Festivals en Emmo of dat maakt niet uit in Nederland. Ja. Dan gaan we erop af. En dan puur als mens, wat doet dat zingen nou met je? Ja, je wordt er zo blij van. Mm-hmm. Als je verdrietig bent ook, we hebben op een gegeven moment zelf samen iets wat meegemaakt en daar waren we zo triest van en gingen we zingen. En dan, zit je weer even in die positiviteit. Ja, heerlijk. Ja. Ja, mooi hè? Ja. 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 Ja, zang doet veel met mensen. Ja, en ook de mensen die, waar je dus voor optreedt, dat kun je gewoon merken. Mensen worden blij, ook in verzorgingshuizen. Er zijn mensen die zijn gewoon dement, die hebben jaren niet gepraat en dan ineens gaan ze meezingen. Dat is gewoon heel bijzonder. Als mensen zich geroepen voelen om eens bij jullie te komen kijken, of misschien wel bij jullie koor willen aansluiten, hoe kan dat? Hoe gaat het in zijn werk? Wij zingen zeg maar 1 keer in de 14 dagen in het klokhuis in Maurik. En dat is op een zondagmiddag, dan heb je iedereen vrij. En dan zingen we van 12 tot 2. En, dat is vaste repetitie? Vaste repetitie, je kunt het altijd even kijken op de site van WW Havenkoor. En dan staat precies de data's en alles staat erin vermeld. Noem nog een keer die site. www. Havenkoor Woelwaters Maurik. .nl. Kan niet mis. Maar dan vind je hem altijd op van .nl. Staat er nog een binnenkort een optreden gepland voor jullie? Gaan jullie binnenkort zingen? Van de week gaan we nog naar de Vianen. Ook in een zorgcentrum, zeg maar. En de zaal is uitverkocht, dus leuk. Heerlijk. Nou, dat wordt voor jullie en voor de gasten natuurlijk allemaal genieten. Ja. Je kunt aan jullie zelf zien dat jullie er zelf van genieten. En het is ook hartstikke mooi dat jullie iets brengen wat andere mensen doet laten genieten. Ja. Ja. We gaan jullie daar in de toekomst veel succes bij wensen. Nou, dankjewel. We staan hier vlakbij het huis van Wim den Boer en dat komt omdat wij een brief hebben gekregen van Herman Jonkmans. Herman die schrijft in die brief dat Wim zich ontzettend inzet voor Steunpunt Thuiswonen. Daarnaast is hij ook vrijwilliger bij Dynamiek en voorlezen opa. Kortom, Wim die moet in de bloemetjes gezet worden en dat gaan wij doen. Ik ben heel benieuwd hoe hij gaat reageren op dit boeket. Goedemiddag, Wim den Boer. Dat is hier. Ja. Kom eens een stukje dichterbij. Kom eens dichterbij. Ja, ik heb een bloemetje. Jeetje. Voor jou. En weet je waarom? Nee, ik heb geen flauw idee. Nee, Herman Jonkmans. Zeg maar Wil. Ja. Ja. Die heeft een ontzettend mooie brief geschreven. Dat jij je geweldig inzet voor Steunpunt Thuiswonen. Ah, ja. Daarnaast voor Dynamiek. Voorleesopa. Ja, ook. Woensdag. Ja, klopt. Ja. Ik geef eerst het boeket even. Oké. Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel. Het wordt dus enorm gewaardeerd. Dat heb ik in de gaten, ja. Nou, fijn is dat. Mooi, ik hoop er ook veel voor te kunnen doen. Nou, dat blijkt dus wel, hè? Ja, ja. Ja. Want wat ben je aan het doen bij thuis? Nu een balie aan het bouwen voor het eerste lijncentrum. En wat vrijwilligerswerk aan de telefoon. Geweldig. Ik weet niet, gewoon, normaal. Nou ja, goed, door dit soort mensen kunnen dit soort dingen ook allemaal gebeuren. Daar ben ik het mee eens, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar wat een overval. Ja, overval, nou zo is het, ja precies. Ja, nou geef ze een mooi plekje. Een mooi plekje. En nogmaals, ook namens Herman, fantastisch bezig. Graag. En we hopen er heel veel voor te kunnen gaan doen. Dankjewel, hartstikke. Alsjeblieft. Ik geef je toch een hand, dankjewel. Thank you.
toch leuk om te merken, Sari, dat mensen zo prettig bezig kunnen zijn met hun vrije tijd. En we hadden daar twee mooie voorbeelden van in deze aflevering van Tiel aan Tafel. Ja, dat klopt. De schilders natuurlijk van de Vrije Kwast en die mensen van het havenkoor, de Woelwaters. Geweldig. Nou, daarnaast hadden we het bloemetje van de week en de straatpraat. Het bloemetje van de week, als mensen dat willen aanvragen, hoe gaat dat in zijn werk, Sari? Ze kunnen kijken op de StadsTV-app of ze gaan naar de winkel van Magiel. En daar kunnen ze zelf een aanvraag neerleggen. Of natuurlijk naar info@stadstvtiel.nl mailen. En dat met een uitgebreide motivatie. Met een motivatie erbij. Nou, tot zover deze aflevering van Tiel aan Tafel. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.